What? Sick. Sick, dit is insane. Hoppa. Yo, Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Het is weer een keertje tijd voor Switch Flits. Normaal gesproken speel ik ook 3 games in 1 video, maar vandaag speel ik 1 game in een video. Omdat ik onwijs uitkijk naar Astral Chain. Geen serie ga starten van deze game, maar deze game verdient gewoon alle aandacht, want hij is super vet. Bam, let's go. Daar gaan we. Ik moet op ZL en ZR drukken. Kablam. Dus even kijken wat hier allemaal gaat gebeuren, jongens. In deze game Astral Chain. Exclusief voor de Nintendo Switch dus deze game. Hij komt niet op andere consoles uit, alleen maar op de Nintendo Switch. En ik ben onwijs hyped. Dus even kijken wat er allemaal gaat gebeuren, jongens. Het is 11 over 6 in de Restricted District Aegis Research Center. In deze game vecht je dus samen met je Legions tegen Chimera. Chimera, dat zijn de boosaardige wezens. Legions zijn de wezens die je helpen. En laten we gewoon even gaan kijken naar deze intro. No sign of chimeric transformation. Hier, ze hebben het over chimeric transformation. Let's go. Ben je ready? Let's begin. Is Joseph een good of een bad guy? Oké, wat gaat hier gebeuren? Gaan we hier die Chimera creëren of zo? Of gaan we hier een Legion creëren? Wat is dit? Lijkt een soort van Transformers-achtige cube te zijn of zo. Super cool. Wat gaat dit worden? We zijn in ieder geval wel een wezen aan het creëren. Het zou dan een Legion zijn of een Chimera? What is it? Het lijkt me een Legion. Maar ik ben niet 100% zeker. Misschien toch niet. Die ziet er toch wel aardig boosaardig uit, deze. Ik denk toch een Chimera. Dat lijkt een beetje op Venom. Een soort van dunne vorm van Venom. Ook een soort van alien. Van Alien vs. Predator. Oké, hij is snel. En hij gaat voor problemen zorgen. Hij vindt het wel mooi. Rustig. Rustig. Dat glas zit er niet voor niks, jongen. Het is de bedoeling dat jij binnen blijft. Activate the Astral Chain. Oké, dus nu gaan we zien wat de Astral Chain dan ook daadwerkelijk is. Ja, dat is inderdaad zo'n ketting. Dat dacht ik al. De naam van de titel is Astral Chain. En dat zijn dus die kettingen waarmee ze nu die Chimera weer vastzetten. Kijk, hoppakee. Zijn benen er ook bij. Nice. Lekker bezig. Ik zou wel de volgende keer even je glas vervangen voor de zekerheid. Ik denk niet dat het heel erg goed gaat met het glas namelijk. Oh, snap. Wat doen ze nu? Oh, de chain wordt sterker en sterker. Of zo. What? Dat is een lekker introotje dit hoor. Super tof. Anyway, in Switch Flits kan je dus zelf bepalen of jij de game leuk vindt. Je ziet de eerste 20 minuten à 30 minuten van een game. Ja, en als je hem leuk vindt, haal je hem in huis. Vind je hem helemaal niks, dan klik je lekker door naar de volgende video. Ik zou het super tof vinden als je alvast abonneert op mijn kanaal. En even dat blauwe duimpje omhoog doet voor de support. Oh, wacht even. Wacht even. Hebben ze nou wel een Legion van die Chimera gemaakt? Nou, hij ziet er nog steeds boos uit. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Dit ziet er toch niet helemaal, helemaal goed uit voor deze gast. Nee. Nu is hij een Staryu. En nu is hij helemaal niks meer. Ja, nu is hij weer zijn Transformers Cube. Awesome. Wel een hele toffe intro, man. Goed gedaan. Het is een game gemaakt door Platinum Games. Onder andere bekend van de Bayonetta-serie. Ik weet niet of er Bayonetta-fans zijn hier op dit kanaal. Maar in ieder geval, dat zijn ook games waar heel veel Nintendo-liefhebbers toch wel van houden. Verschijnt tegenwoordig ook op de PlayStation. Laten we even kijken wat Brenda te zeggen heeft. Maar ze zijn niet van onze usual channels. Er zijn 2 nieuwe officers die just joined criminal affairs. Zijn dus 2 nieuwe agenten. En wij moeten gaan kiezen wie we straks zijn. Zijn we de man of zijn we de vrouw? Ja, Nurren is dus de politie-eenheid waar we deel van uitmaken als hoofdpersoon in Astral Chain. Moeten we nu gelijk gaan kiezen? Ik denk het, oké. Oh, en wil je trouwens meer zien van Astral Chain, dan ga ik morgenmiddag, dus dat is zaterdag, van 12 tot 5 live op twitch.tv/rickatu met deze game. Dus kom dat zeker even checken. Ja, hij heeft geen naam zo te zien. Hij heeft een nummer, UBF005329. Of we gaan voor de dame en die heeft UEI003216. Ik ga gewoon voor het zusje. Let's go.
alle dames op dit kanaal, let op, ik ga voor het zusje. Ik ga voor Riku, dat vind ik dan wel een leuke naam voor een dame. Hairstyle kunnen we kiezen. Ik vind deze haarstijl wel tof. Hairstyle B vind ik wel heel nice. En dan moeten we de kleur kiezen. Ik vind dit eigenlijk wel een hele toffe kleur. Of iets donkerder. Ja, laten we deze doen. Dan de oogkleur nog. Ik vind dit wel een hele mooie oogkleur. Een beetje groenig is ook wel tof. Nee, ik ga voor blauw. En ik vind de default huidskleur wel tof. Oké, let's go. Confirm. Dit is onze politie. En ze gaan eens even kijken of wij goed genoeg zijn voor de Neuron. Ja, dit is wel een toffe intro, jongen. Dit hebben ze echt heel goed gedaan. Kijk, we zitten op de motor volgens mij. Hoppa. File number one. Startup. Lekker. Zo, dikke motor is het trouwens. We kunnen hem gelijk ook een klein beetje besturen. Laten we uitkijken dat we niet tegen de zijkant van de tunnel aangaan. Get through the tunnel. Hot pursuit. Oh, ik kan ook schieten. Oh, vet. Dit begint super tof, jongen. Hier. Lekker. Oké. We beginnen al mijn Chimera kapot te maken, jongens. Hoppa. Oh, oké. Dat ging een beetje fout. We kunnen ook evaden met B. Oké. Ja, dat doen we zo. Oké, top. Wat een vet begin is dit, jongens. Hoppa. Evaden en doorschieten. Lekker. En evade. En doorschieten. Nice. Let's go. Jump. Hoppa. Awesome. Oh, wat was dat? Waar kwam die opeens vandaan? Waar kwam jij opeens vandaan, vriend? Schieten! Evaden! Schieten! Schiet dat busje verrot! 1, 2, 3! Daar gaat hij! Yeah! Lekkere crash hoor! Hoepa! Let's go! Overheen! Nice! Nog eentje! Sloop ze allemaal, jongen! Oh, we hebben er één gemist! Nee, we hebben er één gemist! Pak ze! Oh, dit is ook vet! Pap, 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 pap! Hoe bedoel je veel actie in deze game? Man, super dope. Slopen ze allemaal, jongen. Geen probleem. Oké, eens even kijken of we dit een beetje goed hebben gedaan. Want na elke missie krijg je dus een score of je het wel of niet goed hebt gedaan. We krijgen nog geen rank volgens mij. Tenzij kunnen we details... Nee, dit zijn alle details die we krijgen. Let's go. Pas op voor die truck. Wat vet. Heel vet. Even door naar een tussenstukje. Shoot. Bam, bam. Lekker. Nog één. Pak hem. Pak die lelijke. Hop. Oh, ga je hem gewoon met de motor rammen? Oh, volgens mij heeft mijn motor het niet overleefd. En dan zijn we aangekomen op de crime scene. Let's go. Moeten we dan gelijk doorvechten of moeten we nu een puzzel gaan oplossen? Ja, we moeten inderdaad een soort van... detective werk gaan doen. Wij moeten hem even gaan helpen, denk ik. Help me somebody. I can't move. Ik kan je helpen, vriend. Geen probleem. Kom maar mee. We moeten hem begeleiden naar de helikopter. Al die gewonde mensen hier zo. Let's go. We moeten hem denk ik op zo'n brancard leggen. Komt gewoon uit de lucht vallen, even zo'n brancard. Kom maar mee, vriend. Ik help je. Hier, ga maar lekker liggen. Dan ga je lekker naar het ziekenhuis. Dan wordt er voor je gezorgd. Doei. Ook weer met drones, jongen. Echt, ik ben wel een beetje bang voor die hele wereld straks die vol zit met drones. Ik vind dat een beetje een enge gedachte eigenlijk. Oké, er komen meer helikopters aan. Oh, dat dachten we althans. Maar dat gaat niet helemaal goed met die helikopter. Gaan wij even die... Gaan wij even die mensen helpen? Oh, snap. Hoe gaan we deze verslaan, jongens? ZR is attack en B is evade. Dat zijn de enige controles die we tot nu toe hebben. Hoppa! Sloop hem! Lekker. Vette combat zeg. Holy crap, dit is echt tof gedaan. We zijn hier met de andere agenten. Met R doe je een lock-on. Ja, dit is beter. Oké. Ging maar net goed weer. Gekke wezens, jongen, dit. Lekker, 2 down. Oh, die was nog niet down. Gaat die nu down? Doe deze nog even. Hop. Lekker. We kunnen een greasy bolt oppakken. Geen idee wat het is. We kunnen een pijltje omhoog en beneden kunnen we... X-Britten... Oké, nu hebben we het pistool. Aha. Met pijltje omhoog en naar beneden wissel je of je pistool hebt of je zwaard, zeg maar. En daar gaat er. Lekker. Hebben we nou een beetje goede rank? Of zien we dan... Hebben we dat alleen bij bazen? Wil je het oppakken? Nee! Cutscene! Krijgen we even een lesje hoe we moeten healen waarschijnlijk. Krijgen we een mini-medicijntje. Maar we zijn bijna niet geraakt, dus ik denk niet dat ik die nodig heb. Let's go, we moeten naar de crash site, jongens. We moeten die helikopter gaan helpen. Oké, je hebt dus 2 soorten items. Permanente items en items die niet permanent zijn.
Die niet permanent zijn, die neem je dus niet mee naar je volgende file, naar je volgende missie. Laten we even dit itempje gebruiken. Oh, wacht, dan moeten we X ingedrukt houden. En dit zijn dus de niet permanente items, dan kunnen we het beste die gebruiken. Maar mijn HP is vol, dus ik hoef het niet te gebruiken. Nou, dan niet. Dan pakken we deze even op. Bent eyeglasses. Volgens mij, wat? Bent eyeglasses? Zijn dat cosmetics of zo? Let's go to the crash site. We gaan eens even kijken hoe het met die mensen van die helikopter gaat. Want volgens mij gaat het niet helemaal goed. Kijk, dat is mijn broer. Akira. Yo, broertje. Alles lekker. De piloot kan zijn been niet meer bewegen. Dat gaat niet zo goed. Laten wij maar even met die Chimera afrekenen. Kom op, broertje. Oké, ik wil eventjes Oké. Rustig maar. Je hoeft me niet gelijk te gaan slaan. Ik wist niet dat je boos werd. Waar zijn ze? Waarom kan ik ze niet zien? Ik moet ze dus wel verslaan. Maar ik kan ze niet zien, die gasten. Ik heb die sunglasses nodig, hè. Weet je dat ik die sunglasses nodig heb? Ik heb net sunglasses opgepakt. Oh, niet? Oh! Oh! Lekker, broertje. Pas op, pas op, pas op. Dit gaat niet goed, hè. Dit gaat niet goed. Hoe gaan we dit doen? Wie is dat? Oh, dit is een guy met een legion. Kijk, dat is dus een legion. Die helpen je vechten. En dit was best wel nuttig volgens mij, de hulp van deze legion. En dan vraag ik me toch af of ze probeerden in de introscherm om die vijand ook een legion te maken. Pas nou op, jongen. What? What? Super tof. Die legions zijn wel echt heel nice gemaakt, hoor. Hey. Kijk, er is nog iemand met een legion. Ik wil ook een legion. Gun mij een legion. Ik bedoel, ik ben wel de neuron gejoined, maar blijkbaar heeft iedereen hier ook legions. Waarom heb ik nog geen legion? Gun mij ook. Oh, daar is weer zo'n mysterieuze cube. Wacht even. Wacht even. Word jij mijn legion? Is dat het ding? Yeah! Volgens mij wel. What? What? Sick. Sick, dit is insane. Hoppa! Kijk hem. Nou vraag ik me wel of is dit een... Nee. Dit is een legion van iemand anders. Ah, ik dacht dat het mijn legion ging worden. Helaas. Dit is zijn legion. Get up, stand up. Dad? Huh? Huh? Is dit onze vader? Ik dacht net dat onze vader dood was. Blijkbaar leeft onze vader dus nog. We moeten de legatus gebruiken. Wat is de legatus? We krijgen een legion. Wedden? Wedden? Wij krijgen een legion. Geef maar, pap. Kom maar. Kom maar. Toppie. Lekker. We hebben geen idee waar het nog voor dient. Awesome! Ja, met onze vader, die wilde dus helemaal niet dat we de neuron joinden, blijkbaar. Omdat hij dus bang zijn dat we doodgaan. We kunnen dit, pa. Rustig. Oké, nu krijgen we onze echte test. Want nu moeten we gaan battelen met onze legion. Nieuwe enemies. Nieuwe soort van predator, guys. Let's freaking go. Bam, 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 bam. Oké, we kunnen hem in ieder geval zien. Nou, what's next? Dit is echt gruwelijk gedaan, jongen. Let's go! Of moeten ze nu vangen? Toch? Nee, toch niet. Nee, er zit al een legion in de legatus. Vet hoor. Super vet gemaakt. Oké, let's go! Hoe gaan we dit doen? Vecht hij al automatisch? Nee, sand and pool legion. Oké, let's go. Kom maar eventjes bij mij. Als het goed is, kan je dus ook je legion zelf versturen. Pak hem! Pak hem! Kijk, nice. Dus ik kon hem nu op die camera afsturen. Heel vet. Ja, nice, nice, nice. Het gaat helemaal los, jongen. Hier, ga naar die. Ja, top. Pak hem. Heel vet. Er wordt nu uitgelegd van... als ze lang buiten blijven, dan worden ze een soort van cranky, die legions. Dus je moet ze af en toe ook terugroepen. Dat doe je dan met... R. Dus nu hebben we hem teruggeroepen. Dan kunnen we hem nu dus weer eruit gooien. Het schijnt een super uitgebreid combat systeem te zijn. Dat van Astral Chain.
Tot nu toe lijkt het allemaal nog een beetje simpel, maar het wordt er steeds uitdagender en er komen steeds meer opties bij. Nu is het nog gewoon een beetje knoppenrammen, maar als je verder komt in de game, dan kan je de legions ook zelf besturen, waardoor je weer combo's kan doen en zo. En je krijgt ook meer legions, dus het is niet de enige legion die je krijgt. Ik ben benieuwd. Oh, we moeten gelijk tegen een baas of zo? What? Moeten we gelijk tegen een freaking baas? No way! Holy crap! Nou oké, we gaan wel zien of dit gaat lukken. Ik ben onwijs benieuwd. Ik ga denk ik wel eventjes van wapen wisselen. Ik ga even naar mijn pistool. Dan kan ik gewoon een beetje van een afstand knallen. Dus dit gaat op zich wel oké. Ik weet niet wat hij nu allemaal voor gekke aanvallen gaat doen. Ja, het is maar goed dus dat ik eventjes wegrende. Eventjes dodgede. Want hij heeft best wel zin om mij keihard aan te pakken, zo te zien. Pakken! Oké, dit gaat wel aardig. Dit gaat aardig. Kan ik hem nog steeds schieten? Oh, hij gaat met containers gooien. Oh, snap. Hij gaat met containers gooien. En het is blijkbaar tijd om weg te rennen. Ik ben te laat. No! No! Help me! Help me! Oh, of ik doe dit gewoon even zelf. Ik klim gewoon even zelf omhoog. Althans, dat was de bedoeling. Ik moet de auto's dodgen, dus ik moet terug. Ja, lekker. Oké, top. Nu hier naartoe. Ja, hier kunnen we heel even blijven staan. Top. Top. Nu even naar deze kant. Naar links, denk ik. Ik weet niet. Naar links, naar rechts. Ik weet niet waar naartoe. Oh, snap. Daar is mijn legion. Mijn legion komt me te hulp. Oh. Vet. Heel tof. Heel tof. Man, dit is even een intense begin van de game, zeg. Holy crap. Rekenen jullie anders even af met deze gast? Of, nou ja, ik wil het ook wel voor je doen. Kijk, wel schaam. Hoppa! Hoppa! Zo doe je dat. Helemaal gek. Ja, dat was een super chimera. En dat was een super actie van mij. Sorry, pap. Hoop dat je er blij mee bent. Ik heb in ieder geval koppijn gekregen. En ja hoor, dat is einde missie. File 01, fighting back. En dat was het voor deze aflevering van Switch Flits. De serie waarop we heel snel nieuwe Nintendo Switch games checken. Ik ben super benieuwd wat jullie van Astral Chain vinden. Dit is het eerste half uur van de game. Ga je deze game ook kopen? Lijkt het je tof? Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je meer zien van deze game? Volg me dan op twitch.tv/RickHatU. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!